Kom maar. Yes man, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Bjorn. En deze video heb ik een net wat andere video dan normaal. Namelijk twee perspectieven. Ik heb een perspectief van Emilio en eentje van mij. En ja, ik word helemaal om zeep geschoten. En hoe dat gaat gebeuren zien jullie in deze video. Ik wil sowieso Mo en Emilio, a.k.a. Rens en Danny even bedanken. Want hun hebben hier ook voor gezorgd dat ik dit ook in mijn video kan doen. Ik zal sowieso het linkje van Danny even in de beschrijving zetten. En van Mo, ja, weet ik veel wat ik daarvan in de beschrijving kan zetten. Dat zie ik wel, dat zou ik wel even aan hem vragen. Maar ja, boys, nogmaals bedankt voor dit. En ja, vergeet gewoon zeker even een blauw duimpje omhoog te doen. En te abonneren hier beneden. Er zijn nog heel veel mensen niet gesubt. Dus abonneer lekker even, want we gaan richting die 6k. Het zou super tof zijn als we dat gewoon even mooi kunnen halen. En dan gaan we nu gewoon lekker starten met de video. Veel kijkplezier. Bro. Kijk dat busje, dat Mercedes. Zij gaan zo klaarstaan. Ja. Dat is mijn enige probleem. Dus ik weet niet echt waar wij moeten zijn. Hij had het over een garage op de hoek. Hier. Wij gaan hier naar binnen. Wij gaan hier om de hoek, denk ik. Ja. Misschien is dat anders. Ik denk ook dat hij dat bedoelde. Tenzij die vanaf hier aankomt rijden. Moeten we niet hierboven staan, zeg maar? Maar we kunnen ook gewoon in de garage staan. En het hun een seintje geven. Ja. Dit is een nummer. Je hebt zijn nummer, toch? Ja, even kijken. Ja. Als je hem gewoon een bericht stuurt van, kan je een seintje geven? Of kan je iets sturen als hij er is? Dan komen we... Hij is nu in gesprek, maar we wachten wel even. Wachten we hier gewoon. Want zodra die hier naar beneden komt, uit. Kunnen we hem ook gewoon pakken natuurlijk. De motor is uit en ding is uit. Dus als het goed is, moet het ding goed zijn. Huh, ik heb een aimdot, huh? Ja, is nieuw. Boys. Is er weer terug. Oh, hey, kunnen jullie even porto 444 komen? Dan hebben we ook contact met jullie. Ja, prima. Hoi. Hi. Over. Yes. Wij staan al tegen elkaar aan. Oké, top. Ja, wij staan om het hoekje in de garage. Ah, wordt gebeeld. Wij houden ons bezig met de beveiliging, komt goed. Ik kan alleen maar naar de bovenste verdieping komen via traphuizen. Hallo. Centraal gelegen. Hey, zijn... Bjorn. Hey, Alexander. Hey, ik heb net een ongeluk gehad met Johnny. Alleen Johnny doet weer veel te moeilijk over zijn papieren. Oh, ja, ik sta net op het punt om eigenlijk de status achter te gaan, dus. Oh, je gaat status achter, oh, dat is kut. Maar waar sta je? Het hangt er vanaf. Waar ik sta? Ik sta momenteel, ja, als je zo naar die grote, ja, als je naar het ziekenhuis rijdt, hè. Mm-hmm. De brug tegenover, ja, hoe de fuck moet ik dit uitleggen? Je hebt grote garage, hè. Mm-hmm. Heb je zo'n groen gebouw, yeah. Om naar het ziekenhuis te rijden bij die brug. Daar... staan we bij zo'n parkeeruitgang. Zet maar even locatie, dan kom ik nog even kijken. Oké, dan kom je kijken, prima. Okay. Hey, yo. Ah, wacht. Volgens mij komt hij eraan. Geef maar een seintje over. Gaan we doen over. Oh, ik ben gespannen. Ik ook. Oké, Milly. Zodra we seintje krijgen dat hij er is, we rijden golle volgang erin. Stappen uit, schieten die man lek en rijden er keihard weg. Hey, stel hij komt zo wel, boys, zorg dat hij met zijn rug naar de garage toe komt. Wat is het teken dat hij kan komen? Ik zeg wel gewoon in de porto, hey Fiends. Dan is jullie teken, ja? Ja, is goed. Het kut is wel, hij wil zo meteen wel zelfs achter gaan, dus. Dood is dood.
Dat vindt hij leuk hoor. Is zo, als hij dood is, dan kunnen we toch niks, kan hij toch niks doen. Fuck, hij kan dan niet meer status 8, want hij is dood. Dan gaat die status 8. Voor eeuwig. Gaat die status eraf. Status 90, derde. Oké, Millie. Nog één keer het plan. Geen man komt zo. Hoor die seintje. Draai die auto. Volop daarheen. Stappen uit. Pakken gunhoes. Zorg dat je gunhoe al vast hebt. En dan schiet die man helemaal lek. Mm-hmm. Amarilla. Groot ongeluk. Kijk eens wie je voorrang heeft. Je komt van een... Jongen, ik rij niet als een idioot, jongen. Jongen, ik dreun zo meteen echt die bril van die kamers af, hè. Maar echt... Jongen, jij komt van een parking af. Heer, even hangen. Ja. Oh, even rijden. Nee, maar kijk dit dan, godgloeiende. Ik zie oranje lichten. Oh, ik ben gespannen. Ik ook nog. Ik ben echt bang dat we hem kwijt gaan raken als we hem dood hebben geschoten, dat we een achtervolging hebben. Ja, maar dit is een one in a lifetime. Straks worden we nog opgepakt door Harko. Nou, nog weer even rustig gaan. Zijn de voertuigen nog rolbaar of niet? Ja, die zijn rolbaar. Oké, okay. Gaan we ze eerst van de kant rollen en dan gaan we op de stoep even verder, want daar staan ze midden op de weg. Oké, okay, helemaal goed. Oh. Moet er hier foto's worden getrokken, zo meteen naar een insurance scan en dan... Jongen. Ja, eerst de auto's dan zeker. Oké. We staan nou midden op de weg. Had ik een shitrap gekregen ook. Ik kom nou eerst even aan rijden. Ik weet ook niet wat ik hier moet doen. Blokkeer de ingang. Ja, auto, Touran. Ja, ik zag net al. Als ze hier naar binnen rijden, wat doen we dan? Gewoon blijf zitten. Ze weten toch niet dat we een ding hebben. Oh, oranje licht gedaan. Ik denk dat ze nu afzetten. Maar met hoeveel zijn ze? Want ik zie nu al. Oh, ik zal elkaar proberen te vragen. Wat nou als hij niet alleen is? Oké. Nou. Eerste meneer met de mooie... schoenen, weet ik wat voor kleur het is. Mooie schoenen. Ja, iedereen heeft er een mooie schoen aan. Ja, oké, je mag even meelopen, dan wil ik even vooral van jou horen. Vertel het eens. Dus, dat is drie. Ja. Dus, hallo? Ja, hallo? Ik vind het niet gezellig als je met je rug... Hallo? Nee, maar... Nog maar één hele beschikbaar vraagteken. Ik kom hier uitrijden. Hi, Fies! Je loopt nu alleen een klein stukje verder, dus hij ziet je wel. Rechts om het hoekje staat hij. Hoeveel man is het? Twee? Hij is alleen. Oké. Okay. Wacht, ja, hij draait zich nu om. Kom maar. In één keer, nee, ik rijd er niet uit, die bus rijdt hier in één keer uit. Ik probeer rustig. What the fuck? Ik ben hier op mensen aan het schieten. Oh! Door zijn koude hoofd, was door zijn koude hoofd. Ja, we hebben hem! Is Mo een zone? Is Mo een zone? Boys, ik hou van jullie. Sorry voor het trauma. Nee, is geen trouwe. Is goed! Misschien een beetje raar dat die guy naast stond, dus ik moest goed richten, maar hem ook kan goed richten, dus. Dat was fun. Ik heb 4 bullets, 5 bullets in hem gelost. Bro,
Ik richt die Kaolo Ganu op zijn Kaolo Ede. En hij ziet me. Hij viel. Hij viel.